Er zijn nog steeds duizenden mensen in Oost-Europa die het zwaar hebben. Straks, als het kouder wordt en er sneeuw ligt, komen ze de deur vaak niet meer uit. Zonder een inkomen is een warme maaltijd niet vanzelfsprekend. Ik ben Agnes en ik ben al meer dan 10 jaar betrokken als vrijwilliger bij de voedselactie van Dorcas. Ik sta hier in de Nicolaikerk in Utrecht. Al meer dan 25 jaar steken wij samen de armen uit de mouwen om de allerarmsten in Oost-Europa te helpen. Helaas kan de voedselactie dit jaar niet doorgaan zoals we dat gewend zijn. Maar we kunnen wel online geld inzamelen. En daarmee hebben we hetzelfde doel. Van de opbrengsten kopen we gezonde en voedzame producten. En de pakketten zullen we voor de winter bij de mensen brengen. Daarnaast helpen we ze zoeken naar een baan of het starten van hun eigen bedrijf en geven we training. En zo hopen we een blijvende verandering teweeg te brengen, waardoor onze hulp straks niet meer nodig is. Help je mee? Doneer dan in de collecte of via de collecte-app. Of ga naar de website en maak een online collectebus aan.